De nieuwe Frontera B. En de verbeterde Monterey bieden alles wat van een moderne terreinwagen wordt verlangd. De Frontera B is leverbaar als sport en als wagon. De tweede videoband gaat over de lange en korte uitvoering van de Monterey. Offroadrijders vragen meer van hun wagens dan normale bestuurders. Daarom staat het koetswerk van deze terreinwagen op een eigen chassis en is er dus geen zelfdragende carrosserie. Het zwaartepunt van de nieuwe Frontera B ligt lager voor meer stabiliteit. Er zijn veel belangrijke verbeteringen uitgevoerd op het gebied van de veiligheid, het prestatievermogen, het comfort, de wegligging en het bedieningsgemak. De bruikbaarheid. De gewichtsbesparing, het brandstofverbruik en de milieuvriendelijkheid. Een aantal onderdelen is gemodificeerd om de montage en het onderhoud te vereenvoudigen. En de betrouwbaarheid is op alle punten verbeterd. De nieuwe Monterey heeft een gladdere voorkant twee nieuwe motoren een gewijzigd instrumentenbord en een rijkere uitrusting. Deze band beschrijft de nieuwe Frontera B en de voornaamste onderhouds- en reparatieprocedures. De Monterey staat op de andere band in dit pakket. De Frontera is in 1992 als eerste terreinwagen van Opel uitgekomen. De nieuwe Frontera B is van binnen en buiten op een groot aantal punten verbeterd. Er kan een keuze worden gemaakt uit drie verschillende motoren. De X22 SE 2,2 liter benzinemotor, de X22 DTH 2,2 liter turbodiesel en de sterke 6 VD1W 3,2 liter benzinemotor. Voor nog meer comfort zijn de V6 en de diesel ook met een automatische transmissie leverbaar. Daarnaast zijn alle transmissies van het shift-on-the-fly systeem voorzien, waarmee de vierwielaandrijving tot 100 km per uur rijdend kan worden ingeschakeld. De nieuwe Frontera B is gewoon een eenvoudige en gebruiksvriendelijke wagen voor op de weg en in het terrein. Deze video
toont u het laatste technische nieuws over de Frontera B die door onze Engelse collega's in Luton wordt gebouwd. Hier zijn wat beelden van het productieproces. Zodra de motor en de transmissie zijn aangebracht, wordt het chassis op de productielijn gezet om verder afgebouwd te worden. Op dit punt worden de carrosserie en het chassis met elkaar verenigd. Wanneer alle onderdelen zijn gemonteerd, vinden de eindcontroles plaats en is de nieuwe Frontera B klaar om afgeleverd te worden. De nieuwe styling van de Frontera B is gericht op een lagere luchtweerstand, functionaliteit en een sportieve uitstraling. De koplampen worden aan de bovenkant afgesteld. Om de koplampen te vervangen, moet de radiatorgrill worden verwijderd. Hier is te zien dat de lampen met 3 schroeven en een nieuwe clip vastzitten. Om de gloeilamp van het knipperlicht te vervangen, moet eerst de lamp worden verwijderd. Bij een kapotte gloeilamp aan de achterkant moeten de 3 schroeven van het achterlicht worden losgedraaid. De optionele mistlampen zijn voortaan in de voorbumper opgenomen. De lichtbundel wordt aan de voorkant afgesteld, maar de gloeilampen worden van achteren vervangen. De eventuele koplampsproeiers maken gebruik van het ruitensproeierreservoir. Dit is naar de onderkant van het voorspatbord verplaatst. De Frontera B Sport heeft een vaste, glad afgewerkte kunststof hardtop gekregen. Een verwijderbaar kanteldak behoort tot de standaarduitrusting. De hardtop wordt als volgt verwijderd. Verwijder eerst de afdekking, draai de bouten los. En verwijder de dakspanten. Verwijder vervolgens de buitenpanelen. Maak daarna de ruitensproeierslang bij de achterruit en de kabelstekker voor de achterklep los. En draai de achterste bouten van de hardtop eruit. Verwijder het afwerkpaneel van de veiligheidsgordel en het paneel aan de zijkant. Nu worden de middelste bevestigingspunten zichtbaar. De middelste bout kan nu worden verwijderd. Verwijder vervolgens het hemelpaneel en draai de 4 bovenste bouten eruit. Nu kan de hardtop van de achterkant worden genomen.
De carrosserie is stijver geworden dankzij de verstevigingen rondom de A- en B-stijlen. De laaddeur scharniert aan de linkerkant. De nieuwe reservewielhouder zit dichter tegen de deur aan. En er is centrale vergrendeling. Het design van de achterbumper is nieuw. Het middenstuk is voor beide modellen gelijk. Dit heeft een uitsparing in het midden waar de achterste nummerplaat mooi vlak in past. De ophanging van de achterbumper is verbeterd door aan weerszijden een clip toe te passen. Dankzij deze clips kan het achterpaneel bewegen zonder dat de aangrenzende zijpanelen vervormd raken. De plastic spatbordverbreders zitten standaard op de RS en de Limited uitvoeringen, maar gelden als optie voor de basisuitvoering. De verbreders worden met clips en schroeven aan de carrosserie vastgezet. Het losse chassis van de Frontera B is op veel punten beter dan een zelfdragende carrosserie. Het nieuwe chassis is breder en lichter dan dat van de vorige Frontera. Hier wordt het chassis van de Wagon getoond. Het chassis van de Sport is vergelijkbaar, maar heeft slechts 8 steunen voor de carrosseriebevestiging. Bovendien zijn de ophangingssteunen per motortype verschillend. Dit is de steun voor een X22 SE motor. De brandstoftank heeft een plaats links van het midden onder de carrosserie gekregen, waardoor schade bij een achteraanrijding wordt voorkomen. Hier zitten de steunpunten waarmee de wagon omhoog wordt gezet. Zet de wagon of de sport op een vierkoloms hefbrug wanneer de motor of de transmissie voor een grotere reparatie moet worden uitgebouwd. Het interieur van de Frontera B is nieuw van design, waardoor het praktischer is geworden en het qua vorm beter bij de andere Opels aansluit. De nieuwe indeling, instrumenten en bedieningsorganen maken het instrumentenbord gebruiksvriendelijker voor de bestuurder. Het uit de andere Opels bekende triple info display is ook nieuw voor de Frontera B. Het triple of het multi info display zit net onder de knoppen voor de verwarming en de ventilatie. Het multi info display zit standaard in de Frontera B met de V6 motor. Met de S-toets kan een andere functie worden gekozen. Om data uit het geheugen op te halen, wordt de R-toets gebruikt. De R-toets dient tevens om de stopwatch te starten, te stoppen en te resetten. Om de verwarmingskleppen bij te stellen, worden de bedieningskabels onder de clips verplaatst. De meeste uitvoeringen van de Frontera B zijn standaard voorzien van een centrale vergrendeling met afstandsbediening. Net als bij de Vectra B stuurt een zender met 2 knoppen een radiosignaal naar het stuurapparaat. De zender zit in de afstandsbediening van de autosleutel. De batterij van de afstandsbediening moet om de 2 jaar worden vervangen. Dit mag niet langer dan 3 minuten duren, anders moet de afstandsbediening opnieuw worden geprogrammeerd.
Het systeem wordt met TEC 2 via de diagnoseaansluiting gecontroleerd en geprogrammeerd. Om het systeem te kunnen programmeren, moet de veiligheidscode worden ingevoerd. Het verbeterde alarmsysteem is vergelijkbaar met het systeem van de vorige Frontera. Er zijn ultrasoonsensoren in het interieur geplaatst. En op de achterste zijruiten zitten glasbreukmelders. De Vauxhall-uitvoeringen hebben een power sounder. Deze sirene moet worden uitgeschakeld voordat de accu wordt losgekoppeld. Maak de accuklem los binnen 15 seconden nadat het contact is afgezet. Ook hebben alle uitvoeringen standaard een elektronische startblokkering met een transponder. Deze werkt onafhankelijk van de centrale vergrendeling. Hier zitten de antenne en het stuurapparaat van de startblokkering. De groepering en de ligging van de kabeltrossen in de nieuwe Frontera zijn gewijzigd. Zo loopt de carrosseriekabeltros aan de voorkant. En zo aan de achterkant. De kabeltrosstekkers voor het elektrisch systeem van de Frontera B zijn betrouwbaarder geworden. Hier zit het aansluitpunt voor de kabeltros van de laaddeur. Het elektrisch systeem van de Frontera B is op nog meer punten verbeterd, zodat het beter blijft werken onder de zwaardere omstandigheden in het terrein. Zo zijn de relais- en zekeringenkast in de motorruimte gescheiden opgehangen. Doordat de relaiskast is verkleind, passen beide kasten samen met de diode in één behuizing, wat het onderhoud vergemakkelijkt. De zekeringenkast binnenin zit in het instrumentenbord aan de bestuurderskant. Zodra de glazen achterklep van de Frontera B wordt geopend, gaan zowel de laadruimteverlichting als de plafonnière aan. Deze zijn namelijk aan elkaar gekoppeld. Voor meer onderhoudsgemak is de aansluiting van de dashboardkabeltros naar de zijkant verplaatst. Dit houdt tevens in dat het instrumentenbord modulair is uitgevoerd. Door middel van de kabeltrosstekkers van de gordelspanners en de airbags zijn alle hoofdcircuits van de Frontera B op de dashboardkabeltros aangesloten. De kabelboom van de glazen achterklep is in het scharnier weggewerkt, zodat de bedrading zo min mogelijk bloot ligt. Cruise control is als optie leverbaar voor de diesel limited uitvoeringen, maar zit standaard op de uitvoeringen met de V6 motor. De cruise control wordt aangezet met een drukknop op het instrumentenpaneel. Zodra de gewenste snelheid is bereikt, kan deze worden vastgehouden door de toets I in te drukken en los te laten. Met de stuurkolomschakelaar kan de snelheid licht worden aangepast. De snelheid kan in stappen van 2 km per uur worden verhoogd door de schuif even te verdraaien en in de stand R los te laten. De snelheid kan even ver worden verlaagd door even op de I-toets te drukken. De stappenmotor van de cruise control zit onder de motorkap.
De cruise control schakelt zichzelf uit wanneer de rijsnelheid minder dan 26 km per uur is en zodra het rem- of het koppelingspedaal wordt ingetrapt of wanneer de automaat in de stand P en of R wordt gezet. De bestuurder zet de cruise control uit door de schuif in de O-stand te draaien. Het stuurapparaat van de cruise control zit bovenop de bodemplaat onder de achterconsole. Airbags links en rechts zijn voortaan standaard voor alle Fronteras. Het airbagsysteem is vergelijkbaar met dat van de vorige Frontera en de airbag units zijn niet verplaatst. De veiligheidsgordels voorin zijn met lichtgewicht pyrotechnische gordelspanners uitgerust. Wanneer één van de pyrotechnische units is afgegaan, moet het stuurapparaat worden vervangen. Dit bevindt zich bovenop de kardantunnel. De veiligheidsvoorschriften voor het gebruik en het verschroten van pyrotechnische units van de airbags en de gordelspanners moeten altijd in acht worden genomen. Alle uitvoeringen hebben af fabriek een derde remlicht. Om de gloeilamp te vervangen, moet de kap aan de achterkant van de lamp worden verwijderd. De stuurinrichting van de Frontera B is verbeterd door een direct stuurhuis toe te passen. Dit wordt op de voorste dwarsbalk geschroefd. De stuurhuisvertraging bedraagt 21 staat tot 1. En het stuurwiel gaat in totaal 3,64 maal rond. De RS en de Limited uitvoering hebben standaard een verstelbare stuurkolom. Voor de overige wagens is dat een optie. Hoewel de torsievering aan de voorkant van de Frontera B erg lijkt op die van zijn voorganger, is de algehele geometrie gewijzigd om meer comfort en een betere wegligging te verkrijgen. De achterwielophanging van de Frontera B lijkt op die van de nieuwe Monterey. Aan de vier draagarmen van de Frontera B is er echter één toegevoegd. Het nieuwe ontwerp maakt gebruik van vier langsdraagarmen, een panhaarstang en een stabilisatorstang. Dankzij een betere plaatsing van de wieldraagarmen zijn de stabiliteit en de wegligging verbeterd. De draagarmen van de achteras worden direct tegen de langsliggers van het chassis geschroefd. Alle ophangpunten zijn van silent blocks voorzien om geluiden en trillingen te voorkomen. Deze hoeven niet gesmeerd te worden. Verdere verbeteringen zijn de schokdempers die achter de as zijn opgehangen en de stabilisatorstang die tegen de askoker wordt geschroefd. De veren van de wagon hebben een constante veercoëfficiënt terwijl de sport progressieve veren heeft. De Frontera B heeft voor en achter een grotere spoorbreedte gekregen. De achteras lijkt op die van de vorige Frontera.
pignon en het differentieelhuis lopen op kegellagers. Er wordt een stuikbus gebruikt om de voerspanning van het pignonlager af te stellen. De lagers van het differentieelhuis worden met vulringen onder de juiste voerspanning gezet. Een zelfsperrend differentieel is als optie leverbaar. Als wiellagers worden enkelrijige, stofdichte kogellagers gebruikt. De spiebanen van de schuifkoppeling op de voorste kardanas hebben een nylon coating. Het geheel wordt met een stofhoes afgesloten. De voorste kardanas van de Frontera B met de X22 SE motor en handschakeling heeft twee kruiskoppelingen aan de transmissiekant. Deze worden met borgringen in de gaffels vastgehouden. De constructie van de achterste kardanas is vergelijkbaar. De diesels met een automaat en de Frontera B V6 hebben standaard het elektronisch geregelde ABS 325. Voor de overige uitvoeringen is het een optie. Dit ABS is een driekanaalsysteem met voor en achter gescheiden remcircuits. Op beide voorwielen zit een toerentalsensor. En er zit een sensor op het achterdifferentieel. De hydraulische ABS-regeleenheid en het stuurapparaat met de ingebouwde G-sensor vormen één geheel dat met vier schroeven bijeen wordt gehouden. Dit onderdeel is trillingsvrij opgehangen. Het stuurapparaat kan afzonderlijk worden vervangen. De hydraulische regeleenheid is bij aflevering reeds gevuld. Wanneer het ABS-stuurapparaat wordt vervangen, moet de accu worden losgekoppeld, alvorens de stekker van het stuurapparaat los te trekken, anders kan het beschadigd raken. De lastafhankelijke remdrukregelklep aan de achterkant van de Frontera B is voortaan onderhoudsvrij. Om aan de vraag naar steeds sterkere motoren te kunnen voldoen, is de Frontera B Wagon Limited leverbaar met de 6 WD1W 3,2 liter V6 benzinemotor. Deze motor heeft dubbele bovenliggende nokkenassen en 24 kleppen. Dit nieuwe motortype lijkt sterk op de 6WE1 motor van de Monterey. Het voornaamste verschil bestaat uit de kortere slag en het lagere cilinderblok van de 6WD1W. De 6WD1W heeft vier kleppen per cilinder. Om de wrijvingsverliezen te beperken, is men van één enkele nokkenas met tuimelaars op een geheel nieuwe kleppentrein overgestapt. Hierbij worden twee bovenliggende nokkenassen per cilinderrij gebruikt, die direct over de eronder gelegen kopstoters lopen. Het vervallen van de tuimelaars heeft een gunstig effect op zowel de wrijving en het geluidsniveau als het gewicht en de eenvoud van de constructie. De wrijvingsverliezen zijn ook afgenomen door de loopvlakken van de nokkenas die de stoters raken zeer glad af te werken. De kleppen zijn onder een kleinere hoek geplaatst.
waardoor de vorm van de verbrandingskamers gunstiger is geworden. Voorts worden de cilinderkoppen nauwkeuriger gegoten om de eenvormigheid van de verbrandingskamers te vergroten. Het nieuwe aluminium inlaatspruitstuk bestaat uit twee delen en het heeft in lengte verstelbare inlaatkanalen. Dankzij dit variabele inlaatsysteem wordt een hogere vullingsgraad bereikt. Halverwege de inlaatkanalen is een vlinderklep aangebracht. Met deze klep kan een ander inlaatkanaal worden gekozen. Een pneumatische cilinder zorgt voor de bediening. En de klep wordt door middel van een magneetklep door het nieuwe Miltec motormanagement aangestuurd. Zodra het motortoerental onder 3500 omwentelingen per minuut is gedaald, wordt de lucht via de lange en nauwere inlaatkanalen aangezogen. Boven 3500 omwentelingen per minuut wordt er op de korte inlaatkanalen overgeschakeld, waardoor een ruimere luchtdoorlaat ontstaat. Er zijn een aantal maatregelen getroffen om de motortrillingen en het geluidsniveau te reduceren. Zo zit er een zwevend opgehangen, geluidsabsorberende afdekplaat op de motor. En er wordt een lichtmetalen karterpan toegepast. Deze nieuwe karterpan zorgt tevens voor enig warmteverlies, zodat er geen oliekoeler nodig is. Boven elke bougie is een afzonderlijke bobine geplaatst, wat het systeem betrouwbaarder maakt. Verder is het aantal toegepaste boutmaten teruggebracht. Het onderhoudsschema en de diagnoseprocedures van de oude 6VD1 zijn herzien en gelden in gewijzigde vorm voor de 6VD1W. De bougies en de tandriem kunnen nu 120.000 kilometer blijven zitten. Maar de klepspeling moet voortaan elke 6 jaar of na maximaal 90.000 kilometer worden gecontroleerd. De cilinderkoppakkingen zijn links en rechts verschillend en daarom van een opschrift voorzien. Voor het verwijderen van een klepveer wordt de klepveerspanner met het verloopstuk KM653 gebruikt. De speciale gereedschappen KMJ42687 en KMJ37985 zijn nodig om de klepgeleiders uit en in te bouwen. De speciale gereedschappen KMJ38537 en KMJ37281 zijn nodig voor de klepsteelkeringen. De spelingscompensator van het Nockenal standwiel wordt opgespannen met het gereedschap KMJ42686. Het tandwiel wordt daarna met een M5 x 0,8 boutje vastgezet. Dit vergemakkelijkt de inbouw van de nokkenas. De dynamo, de stuurbekrachtigingspomp, de airco-compressor en de koelventilator worden voortaan aangedreven door één poly-V-riem. De riem wordt door een veerbelaste spanner strak gehouden. Voor het vervangen moet de riem worden ontspannen door de spanner met een passende sleutel omlaag te trekken. De X22 SE Ecotec benzinemotor vervangt de X20 SE. De X22 SE is gebaseerd op de X22 XE 2,2 liter motor van de vorige Frontera.
De compressieverhouding van de nieuwe motor is van 1 op 10,5 tot 1 op 9,6 teruggebracht, waardoor benzine met een lager octaangetal kan worden gebruikt. Deze motor is tevens uitgerust met een sequentiële multipoint injectie. Nieuw is ook de toepassing van balansassen. Het balansashuis is vergelijkbaar met dat van de X22XE van de Sintra en de X22XEV van de Omega B. Dit is een X22XEV motor. De balansassen kunnen de secundaire krachten en koppels, die door de op- en neergaande zuigers en drijfstangen ontstaan, in ruime mate opvangen. Een belangrijk detail is dat de speling van de balansas-standwielen kan worden afgesteld. Als laatste valt te melden dat de oliepomp van de nieuwe X22SE een grotere opbrengst heeft gekregen. Het is belangrijk dat het contact wordt afgezet voordat de nullast stappenmotor wordt losgekoppeld. Anders raakt het nullast toerental ontregeld. De X22DTH 2,2 liter direct ingespoten turbo diesel met intercooler is voor zowel de wagon als de sport leverbaar. Dezelfde motor is er ook voor de Sintra. In de Frontera B ligt de X22DTH in lengterichting. Voorts is de motor op de rij-eigenschappen van de Frontera B afgestemd. Net als de 2,2 liter benzinemotor heeft ook de X22DTH een balansashuis nabij de karterpan onder de tweede en derde cilinder. Het brandstoffilter en het oliefilter van de X22DTH kunnen voortaan worden vervangen. Dat is gemakkelijk voor het onderhoud en de recycling. De motorolie kan ook volledig worden afgezogen. Hier wordt een papieren oliefilter getoond. De afdichtring moet altijd tegelijk met het oliefilter worden vervangen. Deze motor heeft een onderhoudsvrije Poly-V-riem. De riem wordt op spanning gehouden door een demper en een spanrol. De riem dient voor de aandrijving van de waterpomp, de dynamo en de stuurbekrachtigingspomp. De riem drijft ook de eventueel aanwezige airco-compressor aan. De nokkenas wordt door twee onderhoudsvrije kettingen aangedreven. De krukas drijft de inspuitpomp door middel van een duplexketting aan. Er loopt een simplexketting vanaf het pompkettingwiel naar de nokkenas. Beide kettingen worden strak gehouden door een hydraulische spanner. De distributiekettingen lopen door twee in het midden opgehangen spanrails en door geleiderrails die aan de getrokken kant aan het distributiehuis zijn vastgezet. Het gaat hier om eindeloze kettingen die niet gebroken mogen worden en niet van een sluitschakel mogen worden voorzien. De hydraulische spanner voor de simplexketting zit in de cilinderkop en de hydraulische spanner voor de duplexketting zit in het distributiehuis. Hoewel de kettingspanners dezelfde constructie en functie hebben, is de dempingskarakteristiek verschillend. Ze verschillen ook qua uiterlijk en diameter, wat de correcte montage vergemakkelijkt.
Een nieuwe kettingspanner moet na de inbouw worden ontspannen. De ontgrendelingspen wordt tegen de veerkracht in met ongeveer 130 newton zo ver ingedrukt dat de spanner klikt. De pen mag niet omlaag worden geslagen. Na de klik komt de spanner vrij en dan is hij volledig bedrijfsklaar. De kleppen worden bediend door één enkele centraal geplaatste nokkenas. Door brugstukken toe te passen kan elke nok twee kleppen tegelijk openen. De brugstukken liggen los op de hydraulische klepstoters en worden slechts op hun plaats gehouden door ribben die de contouren van de klepstoters volgen. Aangezien er slechts één nokkenas wordt gebruikt, staan de 16 kleppen haaks op de nokkenas. De stand van het brugstuk wordt aangegeven met twee stippen op het lagervlak. Deze merktekens moeten altijd naar het verbindingskanaal zijn gekeerd. De smeedstalen 5x gelagerde krukas is voorzien van 4 nokken op de 6e krukwang van de 3e cilinder. Deze nokken dienen om het motortoerental te bepalen en om de eerste cilinder te kunnen herkennen. De 6e krukwang heeft een groef voor een blokkeerpen. Deze zit onder de inductieve impulsgever. De blokkeerpen KM929 moet voor alle werkzaamheden aan de distributie en de krukas door de krukaspoelie worden gestoken wanneer de krukas op het BDP moet worden vastgezet. In deze stand staat de inkeping in de trillingsdemper tegenover het merkteken op het distributiehuis. Ook de inspuitpomp en de nokkenas kunnen op het BDP worden vastgezet. Hiervoor moeten het deksel van de inspuitpomp en de vacuümpomp worden verwijderd. Om de vacuümpomp te verwijderen, moeten eerst de bouten links en rechts van de motordempingsblokken worden losgedraaid. Maak vervolgens deze twee bouten van de uitlaat los en daarna de transmissiesteun op de middelste dwarsbalk. Licht de transmissie met een krik. Steek een passend vulstuk in de opening en verwijder de krik. Hijs de motor op en trek het blok ongeveer 7 mm naar voren. Laat de motor daarna zakken. De vacuümpomp wordt uitgebouwd nadat de hijsogen zijn verwijderd. Het speciale gereedschap KM932 kan nu in de nokkenas worden gestoken. KM927 past in de daartoe bestemde opening in de inspuitpomp. Wanneer alle gereedschappen in de BDP-stand zijn aangebracht, wordt de toevoer naar de inspuitpomp geblokkeerd. Deze speciale gereedschappen mogen niet worden gebruikt om onderdelen tegen te houden.
Voor het losdraaien van de trillingsdemper mag het vliegwiel alleen met het speciale gereedschap KM652 worden geblokkeerd. Anders kunnen de motoronderdelen en de gereedschappen beschadigd raken. Er is gebruik gemaakt van verstuiverhouders in combinatie met verbindingskanalen. Om het verbindingskanaal te verwijderen, moeten eerst de inspuitleidingen worden uitgebouwd. En het uitlaatspruitstuk. Tijdens elke reparatie moet de afdichtring op de verstuiverhouder worden vervangen, alvorens het verbindingskanaal aan te brengen. Een andere belangrijke vernieuwing is de shift-on-the-fly vierwielaandrijving van de Frontera B. Dit systeem maakt gebruik van een servomotor op de tussenbak, net als de nieuwe Monterey. De bestuurder kan de vierwielaandrijving onder het rijden tot een snelheid van 100 km per uur door middel van de servomotor en via een stuurapparaat met een schakelaar in- en uitschakelen. De auto hoeft niet meer stil te staan om de vierwielaandrijving in te schakelen. Zodra de vierwielaandrijving in de tussenbak is ingeschakeld, treden er twee magneetkleppen in de motorruimte in werking om de vacuümdoos op de voeras te bedienen. Vervolgens wordt de voorwielaandrijving door een spermechanisme tot stand gebracht. De 4x4 schakelaar en de shift-on-the-fly servomotor zitten op de tussenbak, zoals hier wordt getoond. Het shift-on-the-fly stuurapparaat zit op de bodemplaat, achter de schakelhefboom. Op de kardantunnel zit een hefboom voor de hoge en lage gearing. De 2,2 liter benzinemotor en de diesels worden met de handgeschakelde vijfbak van de vorige Frontera geleverd. Deze transmissie heet MUA5CT. De schakelhefboom van de nieuwe Frontera B trilt een stuk minder dankzij het samengestelde vliegwiel en de extra silent blocks. Frontera's met een V6 of een diesel zijn leverbaar met de THM4L30E viertrapsautomaat. Deze is ook beschikbaar voor de Monterey. De automatische transmissie heeft twee drukknoppen voor de rijprogramma's winter en sport. Wanneer de kwaliteit van de transmissieolie onder een bepaald niveau is gedaald, begint de temperatuurcontrolelamp te knipperen ten teken dat de olie ververst moet worden. Met TEC 2 kan worden vastgesteld hoe lang de olie nog meegaat. TEC 2 kan ook worden gebruikt om de norm van de kwaliteitscontrole bij te stellen of te resetten. Hiervoor worden de volgende schermen doorlopen. Zoals bekend wordt TEC 2 continu herzien en verbeterd om de aansluiting met de nieuwste technieken niet te verliezen. Er vindt regelmatig een update van het systeem plaats.
de diagnose onder het rijden te vergemakkelijken, is de diagnoseaansluiting onder de munthouder in de middenconsole aangebracht. Met TEC 2 kunnen momenteel de volgende systemen van de Frontier AB worden gecontroleerd. Het motormanagement van de X22DTH, X22SE en de 6VD1W. Het transmissiesysteem, de elektronische viertrapsautomaat 4L30E. Het chassissysteem, het anti-blokkeersysteem 325. En van de carrosseriesystemen, de startblokkering, de airbags, de centrale vergrendeling, het alarmsysteem, het triple info display, het multi-info display, het infodisplay CCRT 700 en de audiosystemen.